Hoi, Karin Joon hier. Ik wil eventjes laten zien wat ik op mijn blog geschreven heb. Even kijken. Mijn blog dus. En dat ben ik. Yay! Want de transfermarkers zijn binnen. Joehoe! De transfermarkers die hebben echt lang op zich laten wachten. Pardon. En ze hebben een tijd lang in de VS hebben ze gestaan in de haven. Maar ze zijn er eindelijk. En ik wil iedereen bedanken die heeft besteld en die hem nu binnenkrijgt. Hartelijk bedankt voor het geduld en je vertrouwen. Echt fantastisch. Zoals je ziet, joehoe, ik doe een dansje van geluk. De transfermarkers. Mocht je nog niet weten wat ze zijn. Je kan daarmee eenvoudig prints overbrengen op stof, papier, hout en klei. Even kort laten zien. Dat is een kwestie van markeren. Wrijven en het, je afbeelding is op het hout of papier of klei. Het werkt dus met afbeeldingen, printjes van de supermarkt. Gewoon hele eenvoudige printjes. Of van een laserprinter. Ik laat je even in mijn filmpje zien hoe dat werkt. De transfermarker dus. Je kunt het dus gebruiken op hout. En je neemt een printje in spiegelbeeld. Je draait het om op je ondergrond, bijvoorbeeld op hout. Je markeert het. Dan wrijf je met een hard voorwerp, zoals een vouwbeentje of een lepel. Markeren, wrijven en dan is het op je ondergrond. Op papier bijvoorbeeld. Leuk om notitieboekjes mee te decoreren. Die waren van de Action trouwens. En leuk op stof. Daar kun je van alles van maken. En het is dus echt heel eenvoudig. Ik heb ook zoveel lezers al die me foto's sturen. Om te laten zien wat zij ervan gemaakt hebben. Dus het werkt niet alleen bij mij, maar bij heel veel andere mensen. En op mijn YouTube kanaal vind je veel meer filmpjes waar je heel rustig kunt zien hoe het werkt. Deze gaat super duper snel. Dat is omdat ik in eigenlijk 1,5 minuut even kort wil laten zien wat de transfermarker kan. Maar echt binnen een paar minuten, en dat beloof ik je, heb je dus afbeeldingen op stof, hout, klei of papier. Je kunt hem kopen in mijn zelfmaakshop.nl. Als je gaat naar transfermarker.nl kom je er ook. En dat was dus over de transfermarker. En heb ik nog wel veel meer leuke filmpjes over. Oh, leuk. Ik zie dat Chantal ook nog een ander filmpje gemaakt heeft. Dat wist ik niet. Wat leuk. Chantal trouwens, mag ik je gelijk even vertellen. Craftmama.nl, super leuk om te kijken. Ze is Nederlands. Ze is super productief. Ze is lekker een beetje gek. En ze kan heel leuk craften. Heel leuk zelf maken. Ze heeft super veel ideeën. En zo te zien heeft ze dus nog een transfermarker video geplaatst die ik nog niet eens had gezien. Want ze heeft ook een transfermarker van mij. Dat vind ik wel heel leuk om te zien. Ik ga even verder. Dus je mag een andere keer naar Chantal kijken. Ik ben wel heel benieuwd. Maar ik ga even verder. Transfermarker dus heel erg leuk. Ik heb twee nieuwsbrieven waar ik je graag op wil wijzen. De Transfermarker nieuwsbrief. Ik laat hem even zien. De laatste die ik uitstuurde. Die had het woonkussen. Met I'm Dreaming of a White Christmas. Nou, dit is een download die ik je in deze nieuwsbrief ook geef. Waarmee je dus zo een kussen kunt maken. En in deze nieuwsbrief laat ik je ook zien. Dit was even trouwens van de vorige Transfermarker nieuwsbrief. En even kijken hoor. Dit kussen, daar krijg je dan, heb je dan van mij ook een download van gekregen in deze Transfermarker nieuwsbrief. En als je je nu pas abonneert, krijg je ook toegang tot deze. Dus dan kun je er ook gewoon bij. Dit is dus de download. En dan heb ik het kussen met de sneeuwvlokjes en de wintertekst. En die sneeuwvlokjes die heb ik gekocht op Picasa bij Margarita Manish van Passion PNG Creation. En zij heeft mij toestemming gegeven, zo leuk, om deze te gebruiken in de download voor jou. Dus deze kun je gewoon van mij downloaden en kun je zelf ook zo'n kussen maken. En daarbij heb ik ook een filmpje gemaakt, zodat je kunt zien hoe het werkt. En dat vind je dus allemaal in de Transfermarker nieuwsbrief. En heel leuk, dit is een theekistje van een van mijn lezers. Dit is van Naomi de Wild. Ze heeft een winkeltje waarbij ze ook leuke zelfmaakdingen heeft. Maar zie je dat? Heb ik niet gemaakt. Heeft gewoon een van mijn lezers gemaakt. Het werkt echt ook bij heel veel anderen. Dan mijn andere nieuwsbrief waar je je voor kunt inschrijven. Ook met gratis downloads. Dat is mijn eerste en mijn algemene nieuwsbrief. Ik heb daarin de... Hoe heet die dingen? De papieren lichtjes heb ik uitgedeeld. Ik heb ze zelf gemaakt, zelf ontworpen, zelf verzonnen. Ik wist even niet meer hoe ze heten. Maar ik geef alle 8 de papieren lichtjes ook weg in deze nieuwsbrief. En het was dan vorige week. Maar je komt er ook bij als je je nu inschrijft. Dan kom je bij al mijn papieren lichtjes en kun je ze gewoon downloaden. Ik vind ze overal al op het net
poppen ze op, omdat jullie ze gemaakt hebben. En dat is echt zo leuk om te zien. En de ontwerpjes die ik gemaakt heb in jouw handen vind ik echt helemaal te gek. Ze sieren dus al menig woning. Nou, dan hebben we Craft Mama Chantal hier. Die moet je zeker eens even bezoeken. Ze heeft meer dan 6000 leden. Dus je kent haar waarschijnlijk al. Maar als je er nog niet kijkt, moet je echt even naar Craft Mama Chantal. En dan, dat noem ik nog even de Transfer Marker nieuwsbrief. Maar dat is het ongeveer wel. Dit was dus even een experimentje. Oeh, daar ben ik. Om even te praten over wat op mijn blog staat en het allerlaatste nieuws eigenlijk. Ik vind het superleuk dat je gekeken hebt. Mijn naam is Karin Joon. Ik zie je heel graag in een volgend project. En zou je me even willen laten weten wat je van zo'n... Oh boy. Wat er nu gebeurt. Dit is dus van mijn zoontje. Dit is mijn iTunes. En dit is het nummer waar hij heel graag naar luistert. Dat is van Crazy Frog. Oké, stop. Goed, mijn naam is dus Karin Jones. Superleuk dat je gekeken hebt. Ik zie je graag in een volgend project. En ik hoor graag wat je vindt van zo'n video als wat ik nu gemaakt heb. Groetjes en hele fijne dagen.